MVV is jarig vandaag, 116 jaar oud, op tweede paasdag. Als Emmen op bezoek komt, er staat iets op het spel dus bij deze wedstrijd. Het MVV dat balbezit heeft met Koolhof in de basis, viel in tegen Den Bosch op Goede Vrijdag. En dit is een eerste echte gevaarlijke aanval van MVV, van Yildirim, Attila Yildirim. Die voor de goal van Telgenkamp uitkomt, maar het levert de thuisploeg niks op. Het is niet heel druk in de Geuselt. En Emmen dat aanvalt. We hebben met Ben Moussa en dan is dit toch een heel aardig schot van FC Emmen. Anko Jansen is het. Hij stond op het lijstje met geblesseerde spelers, maar is kennelijk toch fit genoeg om te spelen. Jansen met zijn eerste schot op doel. Inmiddels een kwartwedstrijd gespeeld en daar gaat het mis bij Emmen. Want het is MVV dat hier tot een heel aardige aanval kan komen. Maar gaat het ook een doelpunt opleveren? Het antwoord is nee. Juri Schrooien met de kans voor MVV om op voorsprong te komen. Het gebeurt niet. Ja, daar gaat het mis. Siekman die de bal inleverde. Tim Siekman. Dat mag niet nog een keer gebeuren bij Emmen. Emmen dat relatief weinig tegengoals krijgt. En dit is een prachtige paas. En dan is daar vrij voor het doel. Peters, Cas Peters. Hij maakt de openingsgoal na 26 minuten voetballen. En nu staat Emmen op een 1-0 voorsprong. Banning heeft de bal onder controle met nog wel een tegenstander dichtbij zich. In dit geval was het Pereira die daar stond. En dan staat het 1-0 voor de bezoekers. Opnieuw een vrije trap. Een heel aardige vrije trap waar Verrips goed bij zit. Het schot was van Juri Loen. Schrooien staat er helemaal vrij, wordt ook gevonden. En dan moet hij het overzicht zien te houden. Dat doet hij dan eigenlijk weer niet goed. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de klok daar te dicht in de buurt zit. 5 minuten bezig in de tweede helft. Dit lijkt op een goede aanval van Emmen. Met voor het doel Peters weer. Ja, maar Peters komt niet echt lekker in balbezit. Mooie aanval van Emmen. Emmen dat natuurlijk probeert om zo snel mogelijk op een 2-0 voorsprong te komen. Pereira, lange bal van Pereira. Een drietal wijzigingen ten opzichte van die wedstrijd tegen Den Bosch. Voor de ploeg uit Maastricht. En het wachten is op het schot en dat komt er dan uiteindelijk wel. Maar Telgenkamp heeft hem prima te pakken. Het schot van Tuur Hoeben, de Belg. In dienst van MVV. Nog eens MVV. De ploeg moet hard werken. Het team van Ron Elsen. Juri Schrooien. Schrooien. Bal wordt dan simpel weggekopt, maar opnieuw opgepikt door MVV, door de aanvoerder. En dit is weer een aardige kans voor Sirani, Alessandro Sirani. Telgenkamp staat daar natuurlijk ook niet voor niks. Eerder dit seizoen werd het 2-1 voor Emmen. Maar nu is het de beslissende fase van de competitie, dus gelden er andere belangen. Met Anko Jansen in de korte hoek, Verrips heeft hem en dan kan MVV rustig uitverdedigen. Weer is het Jansen. Tweede kans in deze wedstrijd voor Anko Jansen. En ja, MVV blijft het wel proberen. Twee aanvallende wissels. Onder meer Golpek, die samen met Kostons in de ploeg kwam. Dogan Golpek. Maar MVV blijft maar op die nul staan. Terwijl het beslist niet onaardig voetbalt. Zeker in deze fase van de wedstrijd. Banning wilde de bal graag hebben. Wordt alsnog niet helemaal op zijn wenken bediend, maar hij heeft hem wel. Banning. En Banning heeft hem dan alsnog. Voorzet, bal naar de tweede paal. Ja! Midden voor het doel is daar de voorzet van Banning die bijna succesvol is. Want Cas Peters staat best goed opgesteld voor het doel. De 2-0 voor Emmen blijft uit. Vorig seizoen een 9e plaats voor Emmen. Dit seizoen een 6e plaats. Maar er zijn natuurlijk nog een paar wedstrijden te gaan. Belangrijke wedstrijden voor Emmen en MVV. Ja, het blijft het proberen, maar ze vallen niet. Ook Golpek zijn tweede kans in deze wedstrijd van de invaller van MVV. En dat is balen voor de thuisfans. Kwartiertje voor tijd. MVV probeert het nog maar eens een keer. En dat gebeurt al met Hoeben. En er zijn genoeg aanvallers. Daar is onder meer bij MVV Maé in de 16 meter. Maar Emmen wint. En dat is opnieuw een lekkere opsteken voor Emmen. Dat al 7 uitwedstrijden op rij niet verloren. En nu zelfs 3 punten voor Emmen.